Ja, vrienden, enorme discussie gaande in Nederland over dat coronapaspoort. Moet je je nou wel of niet laten vaccineren? Daar gaat het de hele tijd over. Ja, en groepen staan er gewoon tegenover elkaar gewoon. Van ja, maar ik ga me niet laten vaccineren en ik vertrouw die troep niet en ik wil dat niet. En mensen gaan daar helemaal niet in mee. En dan is er natuurlijk de groep die wel van heel rustig nadenkt en die denkt bij zichzelf, weet je wat we doen? We gaan ons gewoon laten vaccineren. Maar wat mij nou de hele tijd heeft bezig gehouden, dat was de volgende vraag. Als je nou wel gevaccineerd bent, waarom zou je dan niet gevaccineerden niet toestaan? Want daar gaat het dan om. Want ze zeggen van ja, je mag niet naar voetbalwedstrijden bijvoorbeeld als je niet gevaccineerd bent. Of je mag niet naar evenementen als je niet gevaccineerd bent. Of je mag niet reizen bijvoorbeeld, niet vliegen als je niet gevaccineerd bent. Maar wat maakt dat dan uit als die mensen die allemaal in het vliegtuig zitten wel gevaccineerd zijn? Waar moeten die dan bang voor zijn? Voor mensen die dan niet gevaccineerd zijn. Dat vroeg ik mij de hele tijd af. En dan denk ik, ja, maar waarom zou je dan ook zo'n paspoort willen hebben? Ik begrijp de politiek wel. Want ja, de politiek denkt bij zichzelf, als we zo'n paspoort hebben en mensen geven dat toestemming om een beetje vrijer te kunnen leven, dan krijgen we steeds meer mensen die zich vaccineren. En dat willen we graag voor die groepsimmuniteit. Ja, dat begrijp ik wel. Oké, nou dat is één. Maar nou even dat andere punt. Als ik gevaccineerd ben, moet ik dan bang zijn voor iemand die niet gevaccineerd is? Kijk, en toen ben ik gaan bellen. Ja, ik ben gaan bellen met een aantal doktoren die ik ken. Huisartsen, clubartsen, weet ik veel. Allemaal mensen die er verstand van hebben. En die hebben tegen mij gezegd, Harry, het zit als volgt. Jij wil als gevaccineerde geen niet gevaccineerde in je buurt hebben. En waarom niet? En daar komt hij. Let goed op, vrienden, want hier komt de uitleg. Kijk, wat er gebeurt is dat degene die niet gevaccineerd is, die kan corona hebben. En die kan dat doorgeven eigenlijk, die kan jou ook besmetten eigenlijk, terwijl jij gevaccineerd bent. Want jij hebt die prik gehaald. Alleen, jij wordt niet ziek, omdat jij die prik hebt gehaald. Maar je hebt wel dat virus bij je. Dus je bent wel een drager van het virus. En dat kan je dan weer doorgeven aan andere mensen. Eventueel zelfs die dan weer niet gevaccineerd zijn. En zo blijven we aan de gang. Kijk, en dat wist ik dus niet. En daarom snap ik het. Dat mensen die niet gevaccineerd zijn, niet in de buurt moeten komen van mensen die wel gevaccineerd zijn. Dus waar komt het nu op neer eigenlijk? Dat is de essentie van dit hele verhaal van mij. Dat is, laat je gewoon vaccineren, want daar gaat het om. Dan ben je zelf gewoon veilig. Dan krijg je gewoon geen corona als je jezelf laat vaccineren. Dat is hem. En als je toevallig toch in de buurt daarvan komt, dan krijg je misschien een heel klein beetje of niet. Maar dan ben je gewoon veilig. Want je kan wel denken, ik vaccineer mezelf niet. En ik doe er niet aan mee. Maar jij kan toch van tevoren niet bepalen hoe dat gaat verlopen dan straks. Want misschien word je maar een klein beetje ziek. Maar misschien eindig je op een IC. En dan, ja, hoe denk je? Oh, God. Dus wees nou verstandig. Blijf aan de zevenkant. Help elkaar en help vooral jezelf. En dat betekent gewoon, pak die prik.